Yo, beste kijkers van Dagelijks Games. Mijn naam is Ayo en welkom bij een nieuwe aflevering van Pokémon Liquid Crystal, de hacked version. Vind je deze aflevering leuk? Geef hem dan een like en abonneer op Dagelijks Games. En dan zie ik jullie bij de video. Yo, beste kijkers van Dagelijks Games. Ik ben Ayo en we gaan vandaag weer verder met Pokémon Crystal Liquid, hacked version van Pokémon Ruby volgens mij. En in de vorige aflevering waren we bij de Mr. Pokémon geweest, als ik het goed heb. En daar zijn we Poros ook tegengekomen en die heeft ons een Pokédex gegeven, als het goed is. Ik zal even kijken. Ja, Pokédex. We hebben nu een officieel legit versie van Pokédex. Nice. In ieder geval, ik ga even kijken. Ja, perfect. We gaan nu terug naar professor, die andere professor. Ik weet niet precies hoe die heet. Dat ben ik even vergeten, sorry daarvoor. Maar we gaan daar even heen lopen, kijken of het goed gaat. Oké. Wow, call from Professor Elm, dat was het, ja. Die gast heet Professor Elm. En we kunnen natuurlijk gewoon bellen, want dit is geen Pokémon Ruby. Dit is hard. Volgens mij is het een versie van Hard Gold of zo, of Soul Silver. Ja, het was Soul Silver, inderdaad. It's a disaster, it's a problem. Oh nee. What should I do? Even kijken wat er gebeurt. Oh shit, er zijn grote problemen thuis, dus we moeten nu zo snel mogelijk terug naar huis toe gaan. Laten we het maar gaan doen. Gewoon, het is trouwens avond, ik vind het best wel raar, maar... Ja, blijkbaar als je dus in de avond opneemt ofzo, of in de middag, namiddag, dan is het scherm ook echt gewoon, ja, noem je dat, een beetje donkerder van kleur, laat ik het zo zeggen. Ik ga denk ik geen Pokémon gevechten ontwijken, dus bijvoorbeeld trainers ofzo, zoals dit. Gewoon zoveel mogelijk spelen, zodat we zoveel mogelijk XP krijgen. Ik moet zeggen, als je eenmaal Pokémon speelt ofzo, subscribe, wow. Daarom heb ik hem subscribe genoemd, are you serious? Wow. Holy shit, dat crit though van Pidgey, what the fuck. Mag niet uit. Ga gewoon scratch doen. Subscribe use scratch. Dat is echt zo fucking egocentrisch van ons, om mijn Pokémon subscribe te noemen. In ieder geval, weet jij een andere naam voor mijn volgende Pokémon? Ik ga zeker meer Pokémon's vangen in deze aflevering. Of nou, niet deze aflevering, maar gewoon in de serie in geheel. Zet het in de comments. Ik vind comments altijd leuk om te lezen. Ik lees allemaal, 100% accurate. Allemaal, al zijn het er 1000. Dan ga ik alsnog gewoon een hele dag no live of zo. Ga ik allemaal comments lezen. Ik lees ze allemaal. Dus als jullie een naam weten van onze volgende Pokémon. En hij subscribe is een level 7. Nice. Oeh. In ieder geval. Oh, Rage. What the fuck? Rage. Een babies. Wauw. Ik heb expres dit Cyndaquil gekozen. Moet je maar even de vorige aflevering kijken. De mensen die dit gezien hebben, die hebben waarschijnlijk al de reden gehoord. Maar ik kies namelijk altijd al vuur Pokémon's bij dit soort spellen. Altijd. Ik heb. Pokémon Diamond heb ik veel Pokémon's gekozen, Pokémon Ruby en zo. Die heb ik nog niet allemaal opgenomen natuurlijk, maar wel allemaal gewoon gespeeld zelf. Vroeger, heel vroeger. En dan koos ik natuurlijk altijd de vuur Pokémon. De vuur Pokémon is gewoon de beste van allemaal, dat weet iedereen. Want ja, ten eerste is vuur heel zeldzaam. Je krijgt heel weinig vuur Pokémon's op je pad, dus eentje vangen, dat lukt je haast niet. En aan de andere kant, er zijn een hele hoop normal en grass types. Gewoon waar je tegen moet vechten, gewoon in tegen trainers, in de grass en zo. En ja, het is gewoon... Als je dan met een vuur Pokémon zit, dan verbranden die gras Pokémon's gewoon. We gaan heel even healen. We gaan, ja, we hope to see you again. Tuurlijk. We gaan zo snel als we kunnen natuurlijk naar onze grote vriend Professor Elm terug. Ja, Professor Elm, ik zeg het nu goed. Nice. Oh, wat? Wie de fuck is dit? Holy shit, wat is dit? You got a Pokémon at the lab. What a waste. Volgens mij is dit onze rival, want ze is een beetje gemeen tegen ons. Oh shit. Waarschijnlijk heeft ze, als het goed is, heeft ze een, wat? Ja, rifle. Waarom heb ik vraagtekens als naam gekozen? What the fuck? Oh, Chikorita. Oh, what the fuck? Oké. Ik wist het eigenlijk wel, want ze kiezen altijd degene die het slechtst is tegen jou. Dus als jij namelijk... Zal ik het even proberen? Kijk hoe het werkt. Oh shit. Dat was echt fucking weinig damage. Maar uit. In ieder geval... als jij zeg maar een waterpokémon hebt tegen een graspokémon. Ik weet niet zeker of je ooit water op een plantje hebt gegooid. Maar het plantje gaat er in principe alleen maar beter van groeien als je er water op gooit. Dus ja, ik heb natuurlijk ook geen water aanvallen nu. Dus ja, zoveel damage doe ik niet. Ik bedoel, zoveel damage loop ik niet mis. Maar in ieder geval, het is wel irritant. Want als ik nu een vuurpokémon had gehad en ik had iets van Ember of zo gehad. En ja, meh. Oeh. Oh natuurlijk, bij Raids dan gaat het bulden of zo. En op een gegeven moment heb je dan een of andere... enorme aanval waarbij je tyfus veel damage doet. Heel veel, helemaal. Oeh. Subscribe, use, rage.
Dat is best wel weinig damage. Maar maakt niet uit. We gaan dit gewoon makkelijk winnen, denk ik. Want ja, ze doet maar 2 damage of zo. What the fuck? Wat is een hij eigenlijk? Lol. Bam. Oké, okay, nice. Ik heb trouwens de muziek iets zachter gezet, want ik weet niet zeker hoe het zit met copyright claims en zo. Dus ja, muziek zul je niet heel veel horen in deze episode. Ook niet in de volgende episode, ook niet in de vorige episode. Gewoon, ik heb hem zacht gezet. Ik wil geen copyright claims hebben of zo. Ik weet niet zeker of je het kunnen horen. Ik weet zelf niet of ik het zelf helemaal goed hoor, maar ja, ik denk dat ik een Pokémon muziek ergens in mijn hoofd hoor. Ook snel dat ik het gewoon in mijn hoofd hoor. Het zou best wel triest zijn. Maar in ieder geval, we hebben het secret verslagen. Yes, nice. En dan krijgen we weer 76 XP, wat echt een ton aan XP is. Holy shit, gelijk level 8. Nice, nice. En meer HP, attack, defense. Oké, mooi. Mooi, mooi. En hij heeft mijn Pokémon. Oh shit, oh shit. Who's down now? Who's down? Oké. Nice. Nice, nice. My name is... Wauw. Waarom heb ik geen van de retarded naam in deze serie? What the fuck? Serieus. Ik noem mijn Pokémon subscribe. Ik noem mijn rival vraagteken, vraagteken, vraagteken. Wauw. Echt geweldig. Heb ik eigenlijk wat Pokéballs? Ik zal even kijken of ik Pokéballs heb. Bag, ja. Hebben we... wat? Lol, ik heb Mystery... Oh, natuurlijk, ik heb Mystery Egg van Professor Elm. Lol. Ik heb geen Pokéballs. Dat is logisch. Eigenlijk is het ook logisch. Ik denk dat ik dan een Pidgey ga vangen. Ik ben wel fan geweest van de Master Evolutie, oftewel de laatste evolutie. Dat is de Pidgeot, als ik het goed heb. Vond ik echt een nice Pokémon. Nice Pokémon. Bovendien is hun Fly Attack best wel heel goed tegen Grass Types of tegen Water Types. Ik weet niet meer zeker. Weet jij waar de Fly Attacks goed tegen zijn? Laat het achter in de comments. Dan weet ik zeker dat ik er van pas kon komen. En even kijken, we gaan nu terug naar Professor Elms huis. Even kijken. Oké, we zijn dus nu weer terug bij Professor Elms lab ofzo. Er is een Pokémon gestolen ofzo, wat wel. I was just getting some information from Professor Elm. Apparently it was a young male with long red hair. Oké, dat was die gast waar we net tegen gevochten hebben volgens mij. Even kijken, vandaar, we wisten zijn naam niet omdat ik dacht dat ik hem een naam had gegeven al. Blijkbaar heb ik hem nog geen naam gegeven. Even kijken, hoe noemen we hem? Hoe noemen we hem? Ik noem hem Tommy. Gewoon grappig. Maar dit is Tommy's kanaal, dus fuck jou. Nee, grapje. En hij Tommy, nice. Hij is gedoopt tot Tommy. Oké, so Tommy was his name, ja. Was duidelijk zijn naam, heel duidelijk. Thanks for helping with my investigation, uiteraard. Altijd, altijd voor u, altijd. Even kijken, Elm, hi, oh, this is terrible. Yo, yes, that was Mr. Pokémon's big discovery. En ik geef hem zijn geweldig eitje aan hem. Wow. Prachtig, hè? Prachtig. Dus professor ik ook gaf hem een Pokédex. Oké. De champion. Dat zou grappig zijn. Stel je voor dat wij champion zouden worden en alle gym leaders zouden hebben verslagen. Dat zou bijna onmogelijk lijken volgens mij. Want wij zijn maar 9 jaar oud, dus wij kunnen nooit alle gyms verslaan. Grapje. Grapje. We gaan ze allemaal verslaan. Heel veel mensen, ik wil je bedanken voor het kijken naar deze volgende aflevering. De volgende aflevering komt ook binnenkort. Dan gaan wij ook kijken hoe wij onze eerste gym gaan verslaan, weet ik zeker. We krijgen de extra pokeballs, nice. We krijgen allemaal shit van hem, altijd. Wel aardig van hem, vind ik heel aardig. Even kijken, throw pokeballs, wat Pokémon. En ik zie jullie de volgende keer. Later.